Nou vindt even een toneelwisseling plaats. Dankjewel. Nou, goedemiddag. Ik wil je vanmiddag wil ik jullie meenemen in mijn visie waarom de verandering op dit moment echt heel snel gaat. Een van de dingen die eigenlijk daarin ook wel exemplarisch zijn. Check even, is de verstaan achterin, anders pakt hij de microfoon. Ja. Hier staat nog in dat ik werkzaam ben bij Odina, maar sinds oktober is het ook al niet meer zo. Dus feitelijk zijn dit soort dingen eigenlijk ook al achterhaald. Want op het blog, wat ik gisteren met dank aan Karen gepubliceerd is, daar staat al wel keurig vermeld dat ik niet meer werkzaam ben bij Odina. Maar los daarvan. Eigenlijk gaande de afgelopen tijd ben ik erachter gekomen dat we ons in een fase bevinden, in een tijdsperk die zo fascinerend gaaf is en spannend en leuk is, dat ik dat met jullie wil delen. Maar dat het ook iets is wat enerzijds heel vervelend is, want daardoor zitten we nu in een recessie. Maar anderzijds biedt het ook zo ontzettend veel mogelijkheden. En het is eigenlijk aan jullie zelf om te kijken van ga ik het omarmen of ga ik het als een bedreiging zien. En dat het ook geen speeltje is, geeft ook wel aan dat onlangs is OWAT failliet gegaan. En ik hoor nog de familie zeggen dat een van de redenen waarom ze failliet gegaan zijn, was internet. En ik denk, nee, het is niet internet. Het is het feit dat je het zag als een bedreiging en vergeten bent om het te omarmen. En om je aan te geven waarom ik denk dat we nu in een samenleving zijn die sneller gaat dan zeg maar 50 jaar geleden, wil ik dit voorbeeld geven. Een vriend van mij die was met zijn gezin in Londen en zijn dochtertje van 7 die vroeg, papa, wat is dat? Ja, zei die, is een telefooncel. Keek ze moeilijk, telefooncel? Ja, dan kan je bellen. Keek ze nog moeilijker, toen vroeg ze, heb je daar dan beter bereik? En het feit dat we in onze taal nog steeds gebruiken van we zijn verkeerd verbonden, terwijl die dame al 50 jaar geleden gewoon niet meer aan de plug is, of ik heb een verkeerd nummer gedraaid. Nou, geeft het kind van 7 jaar zo'n ouderwets telefoontoestel waar je kan draaien. Ze gaan zo drukken. En laten we dat beseffen. En ik geloof dat Pieter Hinze, dat is een Belgische trendwatcher, die heeft het ook altijd over digitale inboorlingen en digitale immigranten. Nou, ik kan jullie verkondigen, wij zijn met z'n allen immigranten. Want zolang wij nog een fototoestel van nu een digitale camera noemen en de digitale inboorling noemt het al een camera, die weet niet eens dat de analoge camera's waren. Er zijn ook parallellen te zien met zeg maar wat er 200 jaar geleden gebeurde. James Watt, volgens velen de uitvinder van de stoommachine, maar dat is niet zo, hij heeft hem economisch rendabel gemaakt. Maar de impact van de stoommachine was dat er zoiets ontstond als een industriële revolutie. Want in plaats van dat we met z'n allen nog in de landbouw werkzaam waren of in de visserij, ontstond er zoiets als fabrieken. En waren we opeens in staat om een industriesector op te bouwen. Met als gevolg dat de landbouwsector kromp. We kregen ook steden. Londen is in die tijd fascinerend snel gegroeid. En 100 jaar geleden, deels ook een beetje door de Eerste Wereldoorlog, bestond er zoiets als massaproductie. Want je moest eigenlijk per uur meer produceren dan dat je daarvoor deed. En het gevolg van die automatisering van de industrie was feitelijk dat die fabriekswerker steeds productiever kon worden. En feitelijk had je minder fabriekswerkers nodig. Met als gevolg daarvan, want zo ziet dus eigenlijk de industrie al nu eruit, hartstikke schoon, werkt bijna niemand meer, is dat er een dienstensector ontstond. Want we kregen ook vrije tijd en we werden rijker. En tal van maatschappelijke en economische impacten. Maar wat je toen zag, was dat die industriesector die 100 jaar daarvoor groeide, weer eigenlijk begon te krimpen. Althans qua percentage van de beroepsbevolking. En dat die dienstensector steeds groter werd. Ik ben ervan overtuigd dat we nu in een digitale revolutie zitten. En deels door de uitvindingen van de computer en het netwerk, maar voornamelijk door zeg maar de toepassing van de microchip en de browser, zijn we nu bezig om een nieuwe arbeidssector op te bouwen. Dus na landbouw, na industrie, na de diensten hebben we zoiets als een E-sector. En hoe die eruit ziet, ik weet het niet, want we zitten er middenin. Maar wat ik wel zie, is dat serious gaming-industrie, waar we in Nederland hartstikke goed in zijn. Je ziet nu allerlei kleine start-ups met jonge ondernemers die in die E-sector werkzaam zijn. Met als gevolg dat onze dienstensector de komende 20 jaar drastisch zal veranderen. Namelijk, je zal minder mensen nodig hebben om hetzelfde te produceren. Dus dat heeft de impact voor een advocaat, voor een makelaar. Bij winkels zie je het nu al gebeuren. En boertje, het raakt ons allemaal. Nou, daar wil ik gewoon jullie meenemen, zodat we het niet als een gevaar zien, maar dat we het omarmen en zo dusdanig toepassen dat we ons voordeel mee kunnen doen. Even nog terug naar de ICT. Van huis uit ben ik een werkgebouwer, dus machines vind ik altijd veel leuker.
Maar je ziet eigenlijk dezelfde tendens als in de industrie rond 1900. Jullie kennen vast allemaal wel het M10 sleuteltje waarmee je zeg maar je fiets kan repareren of een roeiboot kan opriggeren. Maar in de hele 19e eeuw was helemaal geen standaardisatie. Dus alles was nog propriety. En dat heb je nu ook in de ICT. Want je hebt nog altijd de lock-in van een HP of van een Cisco, omdat het eigenlijk slecht met elkaar communiceert. En ik vergelijk dus ICT in haar onvolwassenheid nog met een zooitje afstandsbedieningen die we allemaal thuis hebben. Want ze praten allemaal niet met elkaar en er zitten veel te veel knoppen op die we niet gebruiken. En wat je dus nu gaat zien is dat we vanzelf naar een stukje commodity gaan. En dat zie je nu al met name op infrastructureel vlak en nog wat minder op softwarevlak. Maar we gaan langzaam toe naar dit soort dingen, waarbij opeens dit IKEA-symbooltje, gewoon, terwijl het wel een standaard is die gebruikt wordt, dat we dit soort dingen gaan omarmen. En tuurlijk, weet je, het is een utopie om te denken dat je naar één standaard gaat. Want het lijkt kilometers per uur, maar als je kijkt naar die blauwe dingetjes, daar is het kilometers per uur en dit is miles per hour. Dus we hebben nog steeds het imperial system versus het metrische system. En als je in Amerika bent, ik moet eerlijk bekennen, dan heb ik een appje dat ik even Celsius Fahrenheit kan omrekenen. Dus naar één standaard, dat denk ik niet, maar het zou wel mooier zijn als we gewoon naar minder standaarden toe gaan. En wat mij nu bijvoorbeeld opvalt in de hele mobiele smartphone-industrie. Volgens mij was het begin jaren 80 dat je VCC 2000 had, VHS en Betamax. En nu hebben we iOS en we hebben Android en we hebben Microsoft. Dus feitelijk is er niet zo heel veel veranderd. Nou, ik geloof dus in die digitale revolutie. En je kan het met me eens zijn of niet met me eens zijn, maar dat is even het uitgangspunt voor waar we nu staan. Ik neem jullie nu mee naar wat ICT op dit moment kenmerkt. Ik neem gewoon vijf grote trends, ga ik even met jullie door. Die later ook nog worden door de andere sprekers verder worden uitgediept. En ik laat zien wat voor maatschappelijke en economische impact dat heeft. Nou, wat zijn die vijf belangrijkste dingen in mijn optiek? En jongens, daar kunnen we discussie over hebben. Dat is helemaal niet erg. Maar wat je wel ziet is mobility. Sommige mensen noemen het ook een beetje het nieuwe werken. En daar zit natuurlijk heel veel zin en onzin aan vast. We hebben ook nog zoiets als social media. Edwin gaat daar ook nog dieper op in. Big data, gaat Henk verder op in. Cloud, en wat is dat nou precies? En vervolgens wil ik even ook nog ingaan op security. Omdat dat iets is waar we eigenlijk heel krampachtig over doen. Terwijl als ik jullie opbel en ik zeg, joh, je voordeur staat open, dan snap je meteen dat het toch handig is om de buurvrouw te bellen of buurman te bellen om even te vragen of ze de voordeur dicht wil doen. Deze gevleugelde uitspraak is eigenlijk al best wel oud. En dat is eigenlijk het streven naar vrijheid wat we met z'n allen willen hebben. En of het nou echt gewoon conform dit plaatje is, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar het is wel fijn dat als je even een moment hebt dat je moet wachten, want we verwachten nogal veel in onze samenleving. Dan is het wel handig als je toch even wat e-mail kan bekijken, of een Twitterberichtje kan versturen, of gewoon een aantal andere dingen kan doen. En je wil eigenlijk ook niet afhankelijk zijn van één apparaat, maar je wil, nou, met het apparaat wat jij hebt, wil je gewoon toegang hebben tot alles. En op ieder moment van de dag. Niks nieuws. Nou, hoe kenmerkt zich dat eigenlijk in de dienstensector waar we dan vaak over praten? We hebben het allemaal over flexplekken. We hebben het over videoconferencing. En wat ook een beetje achterhaald is thuiswerkplek wel of niet. Maar het grappige wat we hier de afgelopen 10 jaar mee hebben geëxperimenteerd, is wel dat we er wat meer gevoel bij krijgen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Want is zo'n flextuin al ideaal als mensen toch gewoon een foto van hun kinderen erop gaan neerzetten om toch die flexbureau te claimen? Maar al met al heeft het toch aardig wat impact gehad. Bij Odina, waar ik hiervoor werkte, had ik geen verlofregeling. Ik had gewoon doelstellingen en ja, zie maar hoe je het haalt. Wat je ook ziet, en daar schrik ik nog wel eens van. Ik was laatst weer in Amsterdam Zuidoost, daar zit InWork, het bedrijf waar ik commissaris ben. En toen keek ik naar buiten en toen vergeleek het in de tijd dat ik bij Telfort zat met die rollout van de mobiele netwerken. En je kon bijna nooit een parkeerplek krijgen en nu is er plek zat. Ik weet niet hoeveel van die gebouwen er leeg staan. Papendorp, bij Utrecht. Voor de helft staat het al leeg en heel veel gebouwen worden niet eens meer gebouwd. Als je kijkt naar de Wall, nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het werkt op een of andere manier niet. Dus dat is dan even de keerzijde van de medaille. En ik ben ook wel eens bang dat als we gaan kijken naar hoe onze pensioenfondsen belegd hebben in bedrijfspanden die nu leeg staan en die nog niet afgewaardeerd zijn, dat we ook nog daar eens wel eens een flinke bubbel kunnen hebben die nog een keer gaat ontploffen.
7x24 uur is natuurlijk ook fantastisch om te zien, want een bedrijf als HP kan op ieder moment van de dag jou te woord staan met iemand die gewoon in zijn normale werktijd aan werkzaam is. Oké, je moet dan wel Engels praten, maar het lukt wel. Het is fascinerend. Ja? In het kader van interactiviteit, ja? Hoe zie jij dan nu, wat nog geen trend is, maar wel een tendens, HP aangekondigd, daarvoor was het dag die Google, ja. Waarin het thuiswerk is afgestapt en juist kantoorwerk wordt. Ja. Weet je, dat is de experimenteerfase waarin we zitten. Weet je, het is net zoals bij een meter rechtstim, het schiet een beetje boven en naar beneden, het kristalliseert zich naar een ander niveau uit. Het nadeel van thuiswerken is dat je meer een stuk interactiviteit mist. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar indelsessies, daarvan zijn we de kracht wat meer gaan inzien. Wat ik ook altijd aanraad, is probeer maar eens bijvoorbeeld te vergaderen in maximaal een half uur. En zorg dan dat 1 of 2 mensen inbellen. Want dan is er geen tijd meer voor flauwekul. Het is veel meer to the point. En je wint een half uur. Dus weet je, het is een beetje. Het is niet het een of het ander. En de lessons learned die we hebben. Bij SNS Reaal werd verplicht gesteld. Je moet 3 dagen in de week op kantoor zijn en 2 dagen thuis. Het gevolg was dat via de OR klachten binnenkwamen van alle vrijgezellen. Die zeiden, ja, weet je, werk is een beetje van mijn sociaal leven. Dus ik wil 5 dagen in de week werken. En in Houten had KPN, of Getronics toen nog, een nieuw pand gebouwd. En ook toen werd gezegd, mag maximaal 3 keer per dag, of 3 keer in de week mag je op kantoor komen. Als je de 4e keer probeert binnen te komen, dan gaat de slagboom niet omhoog. Het gevolg was dat mensen naar klantbezoeken niet meer naar binnen kwamen. En dat op maandag en op donderdag, op vrijdag kon je kanonskogel afschieten. En op dinsdag, woensdag en donderdag kon je communiceren. Dus dat is een beetje een antwoord op jouw vraag. We proberen het allemaal een beetje uit. Mm-hmm. En ja, weet je, thuis zitten is toch niet. Je wordt afgeleid. Dat is mijn ervaring. Het grappige is dat als je in de industriesector kijkt, daar hebben ze die experimenteerfase een beetje overgelaten aan de dienstensector. En ze proberen zeg maar de goede dingen er een beetje uit te filteren. En industrie kenmerkt zich nog door heel veel. Zakenverkeer. En ja, die proberen dus ieder zakenuurtje zo effectief mogelijk te maken. Hier ga ik heel kort op in. Want dat is Edwinson's stijl. En even kan schieten op wat ik zeg. Wat mij betreft is het vooral een nieuw communicatie- en verkoopkanaal. En als je dat goed inzet qua marketing, dan kan je met een veel minder groot marketingbudget af. Ik bedoel, Van Moof, dat zijn die stadsfietsen uit Amsterdam, een dikke buis, hartstikke mooi, leuk design. En hun marketingbudget is zo goed als nul. Oké, ze hebben een website, maar wat ze vooral creëren is een hele grote community. En die community die geeft commentaar, feedback, die liked. Eigenlijk maken die reclame. En ik ben altijd van de tekeningetjes, en dat doe ik nooit in moeilijke computerprogramma's, duurt me altijd veel te lang, dus ik teken het en ik scan het. Hierin wil ik jullie meenemen van hoe die veranderingen zijn. Hoe bijvoorbeeld een bank eigenlijk best wel naadloos al die verschillende kanalen goed geïntegreerd heeft. Ik ben van 1968, dus op mijn lagere school in de jaren 70 ging ik met mijn vader naar de bank. En dat was een echt een ouderwetse bank. Marmer, dik glas en ik kon nog net zo over die rand heen kijken. Checks werden uitgeschreven. En toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets als Giroblauw pas bij jou. Ik had zo'n koffertje en kon alles per post doen. Dat vond ik helemaal fantastisch. Toen ik ging studeren, kon ik het ook telefonisch doen. Toen ik ging werken, kon ik via internet dingen doen. En op dit moment kan je gewoon ook via een appje kan ik gewoon mijn betalingen doen. En het grappige is dat die bank altijd weet, ongeacht welk kanaal ik gebruik. Want ik kom hier nog steeds, maar dan voor, weet je, echt 1-op-1 advies. Ze weten altijd wie ik ben. Oké, ik hang wel dan aan een nummer. Maar ze hebben dat soort kanalen best goed geïntegreerd. Terwijl, kijk naar de politie. Die zitten met een maag van, ja weet je, hoe moeten we met al die politiebureaus? En internetaangifte, oké, het kan, maar daarachter zit nog steeds oom agent het of over te tikken of het gewoon uit te printen. En ik denk dat social media, door het goed in te zetten, en je gaat het niet zien als dat het een bedreiging is voor een ander kanaal, waar Slexis bijvoorbeeld kapot aan is, maar je ziet het als een toevoeging. Dan denk ik dat er een wereld voor je op gaat, letterlijk en figuurlijk. En daar gaat het dan denk ik op in. Big data. Big Wall is watching you. Voor een deel is het natuurlijk zo dat heel veel dingen voor ons allemaal
Weet je, het is allemaal transparant geworden. En het grappige is dat de moderne generatie, die zit daar niet mee. En wij vinden dat veel erger. Heel opvallend vind ik bijvoorbeeld dat leiderschap anders geworden is door zeg maar big data. En wat bedoel ik daarmee? Als ik kijk dat hoe in de sport de dopingschandalen, bijvoorbeeld rondom Lance Armstrong, of bijvoorbeeld de omkoopschandalen, gewoon nu veel meer breed worden uitgemeten. Hoe zeg maar, de katholieke kerk het moeilijk heeft gehad, omdat veel meer dingen in openbaarheid zijn gekomen. Hoe hoogleraren worden beticht van plagiaat. Hoe specialisten in Duitsland ontdekt worden. Hoe Bram Moscovici van zijn voetstuk gevallen is. Eigenlijk alle notabelen van het dorp worden nu, moeten veel meer rekenschap afgeven. En het voordeel dus in dat opzicht van big data is dat het veel meer transparant is geworden. En het vergt wel dat je voor jezelf veel integer en meer integer en meer open moet durven te acteren. Dus privacy verdwijnt. Je moet mezelf maar kijken wat je ervan vindt. Maar ik laat het verder aan Henk ook. Cloud. Ik weet wel dat heel veel mensen dat heel erg eng vinden. Maar ook nu wel, als je kijkt naar de industrie van 100 jaar geleden, had iedere fabriek zijn eigen elektriciteitsopwekkingscentraletje. Nou, lag vaak uit, werkte niet altijd goed, et cetera, et cetera. Dus op een gegeven moment is men naar elektriciteitscentrales gegaan. En feitelijk is dat ook wat er gaat gebeuren met ICT. En heel veel commodity tot aan, ik sprak net Lemon Tree, tot met OS werd het opgepakt. Tot op een bepaalde laag is het gewoon een commodity. En heb je dus schaalvoordeel en schaalvergroting. En een voorbeeld daarin is dat bijvoorbeeld een systeembeheerder, nog 5 jaar geleden 5 servers binnen een bedrijf kon beheren, had hij fulltime job aan. Dat nu 5 van dat soort systeembeheerders 1000 van dat soort servers beheren in een cloudomgeving. Met andere woorden, een productiviteitsfactor van factor 40. En dat in 5 jaar tijd. Dus ik geloof wel in die schaalvergroting. Dan hoor je nog altijd heel veel termen als private en public en hybride cloud. Nou, private cloud is niks anders dan dat wij met z'n drieën afspreken van joh, al onze data doen we in 1 ding. En er komt verder niemand aan, maar het blijft ons drieën. Public cloud is eigenlijk Hotmail of Gmail, is daar een voorbeeld van. En hybride is dat het allemaal van allebei net niet is. En met dat voorbeeld van zeg maar die systeembeheerder, dat is eigenlijk de automatisering van de informatisering. Net zoals dat die industrie 100 jaar geleden gewoon ook geautomatiseerd werd. Heel vaak zie je ook nog dit soort terminologieën. En die X staat voor de variabele X. Want het kan een P zijn, een S zijn, een I zijn. En dan is platform as a service, software as a service, infrastructure as a service. En feitelijk wilde niks anders zeggen dan dat je datgene wat vroeger voor jou een product was, een applicatie, dat kocht je, dat kon je installeren. Dat is nu iets waarvoor je gewoon kijkt naar salesforce.com, je logt in, of Hotmail, je logt in, of Gmail, je logt in. Het is er gewoon. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak heeft jouw Hotmail of Gmail de afgelopen jaren eruit gelegen? Nou, ik vind het fantastisch. Maatschappelijk impact van de cloud is dat de kans heel groot is dat in 2020 we niet meer kunnen praten over een IT-afdeling. Dat eigenlijk een onderdeel geworden is van facility management. En dat je gewoon goede SLA's hebt afgesproken met een aantal cloudleveranciers. De keerzijde daarvan is dat de business zelf veel meer gevoel moet hebben voor ICT of voor de digitale technologische ontwikkelingen. En wat dat voor jou betekent. Want als je er te veel van af blijft staan en je blijft je beschouwen als een digibeet en eigenlijk niet eens die digitale immigrant, maar je woont nog niet in het land van de digitale wereld, dan ga je het heel moeilijk krijgen. Dus mijn advies is, ga het wel alsjeblieft omarmen. En niet dat je alle ins en outs hoeft te weten, maar je moet wel kijken wat die technologie voor je mogelijkheden biedt voor jouw business. En als je dat niet doet, ga je echt de slag missen. We zitten natuurlijk ook nog met wet en regelgeving. Een heel mooi voorbeeld. Want weet je, welke hotelketen heeft de meeste hotelovernachtingen ter wereld? Wie heeft een idee? Nee, het is een internetbedrijf wat regelt dat burgers gewoon bij elkaar kunnen slapen. En het enge is, ja, en weet je, dat begint dan als spielerij, maar er zijn dus nu investeerders die kopen een grachtenpand in Amsterdam. Daar zetten ze 1 slaapkamertje voor hunzelf in en voor de rest zijn het gewoon hotelkamers. Maar ze hoeven zich niet te houden aan geen enkele regel of wet
conform de hele hotelketen. Want ze doen het gewoon, weet je, als mijn huis en mensen komen bij mij logeren. Dus de gemeente Amsterdam mist toeristenbelasting, maakt zich zorgen over de brandveiligheid, et cetera, et cetera. En het is wel een keten waarbij je dus voor, wat is het, voor 20 euro per nacht kan slapen in een grachtenpand in Amsterdam. En dat is dus een voorbeeld van hoe zeg maar gewoon zo'n digitale ontwikkeling en zo'n internetbedrijfje gewoon eigenlijk als je niet oppast een hele hotelketen kapot kan maken. Van Moof, de fietsen, die is zo goed met zijn marketing dat het een bedreiging begint te worden voor Batavia en alle andere fietsfabrikanten waar we vroeger op hebben gezeten. Omdat ze op een manier hun governance hebben geregeld die vele malen goedkoper is dan heel veel oude bedrijven. Dus al dit soort dingen hebben echt veel meer impact voor jouw business dan je denkt. Mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. 10 jaar geleden hadden we nooit vermogen gesteld dat Nokia failliet zou gaan. Klopt. De vraag is wat gaat met Apple gebeuren. Overheden staan verrond voor banken die waar het slecht mee gaat. Wat zie je die ontwikkeling dan met nemen Google? Als het toch alles dadelijk in Google Cloud in de disk gaat zetten, et cetera, of dat soort van dingen. En doe jij het ook met de knoppen, en dat een hoop organisaties in problemen komen. En dat denken we nu van, dat is niet mogelijk, maar dat zei je van Nokia 10 jaar geleden. Nou ja, Nokia was in 2009 nog koploper. In 2011 werden ze door Samsung ingehaald. En nu hebben ze een werelddeal gescoord door gewoon 6 miljard te vragen voor iets wat failliet is aan Microsoft. Ja, het gaat heel snel. Aan de andere kant, hoeveel data heb je nu bij Google staan? Apple, ik denk dat door het feit dat Steve Jobs is overleden, vraag ik me af of ze weer met iets komen waar ik niet op zit te wachten, maar waar ik wel ga omarmen. Dat weet ik niet. Dus dat is echt door die bol heen kijken. Maar data is iets wat, weet je, het blijft altijd wel ergens staan. En dan wordt het overgenomen door iemand anders. Dus ik denk dat we ons daar ook niet zo heel veel zorgen over hoeven te maken. En, weet je, wat zal ik missen aan data? Voornamelijk foto's. Ja, ik heb altijd een backup, dus die spullen heb ik zelf. Dus het is ook van hoe je er zelf mee omgaat. En dat is hetzelfde als met het feit dat wij zoveel data nu ook hebben. Iedereen kan thuis opruimen. Alleen als het tot digitaal is, kunnen we niet opruimen. Wel onzin, we kunnen heel veel weggooien. Sommige mensen bewaren al hun mails. En ze kijken er nooit meer in. En als ze het een keertje nodig hebben, kunnen ze niet vinden, want het zijn zoveel mails. Dus ja, waarom bewaar je het dan? Ja, het is iets waar we altijd scherp op moeten blijven van, joh, hoe is de continuïteit van bepaalde dingen? En ik denk dat de bankencrisis ons heeft in laten zien dat je geld niet altijd zomaar veilig is. Omdat een bank ook kan omvallen. Ik denk dat er nieuw type banken gekomen met veel minder governance. En wat je ziet bij de I-generatie die er nu is. Er is zo'n televisieserie geweest over ondernemerschap. Het werd de hoogstbaas van HEMA werd geïnterviewd. En Rijkman Groening. En toen sprak ik met zo'n jonge leider van 25... Hij zei, joh Edward, die van Zet, ik geloof dat hij van Zet heeft van de Hema. Hij zei, die loopt door de schappen en die wil een goed product kunnen aanbieden. Die wil gewoon een ontbijt voor 2 euro kunnen aanbieden aan de Nederlandse burger in deze moeilijke tijden. Hij zei, die man, dat is een man naar mijn hart. En daarmee is Hema opeens voor mij ook hip geworden. Hij zei, dan zie ik Rijkman Groening. Nou, die zie ik daar niet zitten, alsof hij het fijn vindt dat hij heel veel burgers gewoon een golp heeft aan de hypotheek. En ik denk dat banken enerzijds qua de verkoopkanaal het heel goed doen. Maar ik denk dat ze nog een oudbolligheid met zich meedragen die niet meer van deze tijd is. Ik denk dat als jij voldoende kapitaal hebt, kan je een eigen bank beginnen. En dan ga je het op een hele andere manier doen. En IBM bijvoorbeeld financiert zijn eigen project, want ze hebben een eigen bank. Banken zijn helemaal niet bezig met een goed product alleen. Wat zeg je? Banken zijn helemaal niet bezig met een goed product alleen. Het is een oudbolligheid maken. Het hele ondernemerscultuur. Nou ja, het staat ter discussie. Kijk, wat ik ermee wil aangeven is in ieder geval, dat was de reactie van iemand van 25 op zeg maar wat hij een inspirerend leider vond of niet. En ik ben het wel met je eens dat een bank natuurlijk ook heel veel andere dingen heeft. Maar, wat zeg je? Die zijn zelf bezig, niet voor de klant natuurlijk. Ja, soms zijn ze wel heel erg intern gericht. Zegt heel zwart-wit. Ja. De nadruk ligt iets meer op zichzelf.
Ja. Wat minder op. En wat minder op de klant. Ja. Aan de andere kant, weet je, een bank heeft ook heel veel andere activiteiten. Dus niet alleen de consument is hun klant. Ze hebben natuurlijk ook gewoon een bedrijf wat klanten zijn. En dat zal iemand van 25 zich niet altijd even realiseren. Maar ik vond het in ieder geval wel een mooie vergelijking. Dat mensen veel meer, jonge mensen veel meer geïnspireerd raken door iemand die ergens voor staat en een bepaalde visie heeft en vanuit een bepaalde drive de dingen doet. Authenticiteit. Ja. Security. Heb ik daarmee jouw vraag beantwoord? Of? Rondom security is wat ik net al zei met die voordeur. Wij snappen in de analoge wereld of in de huidige wereld wat veilig is en wat niet veilig is. En we hebben er echt geen gevoel bij op het gebied van ons computer. Maar je moet één ding beseffen, het succes van internet is omdat het internetprotocol vrij open is, want iedereen kan ermee praten. Als je heel diep met techneuten erover te praten gaat deze stelling mank, maar ik wil je gewoon in meegeven, is dat als je elkaar een loper geeft om overal met elkaar binnen te komen, om met elkaar te kunnen praten, moet je dus ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat niet iedereen er binnen kan. Maar wat we wel moeten leren is dat 100% veilig onzin is. Want als jij en ik trekken onze stoute schoenen aan, kistjes in dit geval, en we denken van, joh, we gaan ze ergens inbreken. We komen altijd binnen. Alleen het spannende voor ons is, worden we opgemerkt en worden we opgepakt. En ik denk dat als je van die hackers inhuurt, moet je ook niet vragen, probeer binnen te komen. Maar je moet vragen van, hoe makkelijk kom je binnen? En hoeveel sporen laat je na? En is jouw eigen digitale dienst in staat om jou heel snel gewoon te traceren van, hé, je bent nu bij mij aan het inbreken. En ook de hele discussie rondom of het nou illegaal is of niet, als je met Pirate Bay en al dat soort dingen. Dat is ook weer die wet en regelgeving, waar we nu nog mee stoeien, waar we het antwoord eigenlijk ook nog niet op weten. En ik vond bijvoorbeeld die over chipkaart een heel mooi voorbeeld. Ja, die kan gehackt worden. Maar ja, weet je, de strippenkaart in mijn studententijd, ik zal eerlijk bekennen, ik heb het nooit gedaan omdat ik het gewoon niet durfde. Nee, ik durfde het niet. Ik had best wel willen proberen. Het was gewoon een plakbandje overheen plakken. En dan kon je het gewoon uitvegen en nog een keer gebruiken. Nou, maar een controleur kon je dan natuurlijk gewoon pakken. Stemcomputer. Ik denk dat er met het handmatig tellen altijd nog wel fouten gemaakt worden. Alleen ik weet niet of ze per ongeluk of expres gemaakt worden. Digital warfare. Een vriend van mij uit Delft, die werkt bij een afsplitsing van General Electric. En die vertelde mij van dat in 2012 is er een uur lang een van hun sites is gewoon gehackt geweest. En ze konden die chemische plant, ze konden geen enkele knop meer, die deed het niet. Dus als degene die had ingebroken echt kwaad had gewild, hadden ze gewoon die hele badge gewoon kunnen laten ontploffen, klinkt wel heel stoer. Maar ze hadden geen controle meer over hun eigen productieproces. Dat is buiten de pers gehouden, dus ik hoop dat jullie het ook binnen de kamer zouden. Wie is die vriend? Hoeveel bied je? Ja, het is nog steeds een vriend. Nee, maar het geeft gewoon wel aan dat zeg maar, we moeten er wel rekening mee houden. En net zoals dat zeg maar in de oorlogsvoering altijd na werd gedacht, wat zijn strategische plekken die je moet beschermen, moet je ook gaan kijken van, joh, wat zijn strategische data die je moet beschermen. Ik heb één. Ik wil op bank gaan, ja. Met jouw vergelijk van als we samen inbreken, dan komen we ergens binnen. Alleen de massa die met een inbraak gepleegd kan worden, hoeveelheid mensen die met één actie geraakt kunnen worden, enorm groot. Ja. En dat is dus de impact, gewoon wij spreken, als jij je tv kwijtraakt op ik, nou ja, dan is dat wel heel slecht, maar dat één tv, als plotseling 10 miljoen tv kwijtraken, dat klopt. Is wel heel veel. Ja. En dan heb je inderdaad, moet je die formule gebruiken van, joh, wat is de kans dat het gebeurt en de impact van wat ontstaat, weet je, dat product. Dus je hebt helemaal gelijk. Alleen het is wel zo dat we ook zoveel data hebben. En het is een andere wereld, dus het heeft een iets andere impact. Dat kan ik absoluut niet ontkennen. Dat betreft staan we in de kinderschoenen, denk ik. Ja. Maar dankjewel voor je aanvulling, want je hebt gelijk. Is het niet aan de technologie die je gebruikt, de IP-technologie namelijk, ja. Dat die door bedrijven heel sterk die dan gevaarlijke processen hebben, hè? Ik heb het niet over die foto's voor mij, dat die technologie wordt zo snel omarmd en als de Holy Grail geïmplementeerd, terwijl inderdaad zeg maar, het slot op de deur
vergeten wordt. Ja. Die meneer is van alles bij de verkoop hoor, maar ik heb wel al voorbij gaan. Maar als heel Nederland geen tv meer, nou, misschien is het dan een keer bij elkaar gaan praten dan. Als ze geen tv meer hebben, is de impact natuurlijk veel groter. Ja. En dus, ja, als je dus inderdaad als één persoon, ja, een goede hacker, uber-nerd, in staat kan zijn, bij wijze van spreken een Rabobank, of waar we allemaal een beetje zitten, het internetbank, plat te leggen. Ja, dan vraag je toch af of ze zitten niet pitten in de bankwezen of bij een chemisch bedrijf, wat dan ook. Klopt. Vroeger zou dat nooit gebeuren. En dan zeg je, ja, klinkt heel oude mannen, ja, dat wordt nee, vroeger. Ja, ja. Maar als je vroeger, nou, dat is nog geen 15 jaar geleden, maar het gaat allemaal zelf. Dat je naar binnen ging, dan werd gewoon je tas van iedereen gecontroleerd. Ja. En nu kan je dus via internet daar naar binnen gaan en gewoon iets om zeven doen. Ik probeerde zeg maar niet te bagatelliseren wat jij ook zei hoor. Maar je hebt er gelijk. Maar wat ik probeer wel aan te geven op het gebied van security. Het is dus iets waar we wat mee moeten doen. Anders had ik het hier niet benoemd. Want het is iets waar we eigenlijk op dit moment niet goed mee. Nee, dat snap ik niet helemaal. Ik bedoel, dat is toch een enorme markt. Als je toch, waarom worden die hackers gebruikt om het te slopen? En waarom zijn er geen technische mensen, uber-nerds, om een superslot te bezitten? Nou ja. Daar is. Ja, dat zijn er wel. Dat zijn er dus niet. Dat zijn de hackers. Nee, het is aan de andere kant. Het is in de boord. Ja. Jij wou iets zeggen? Ja, wat? Security is hier genoemd onder de vijf innovaties, zeg maar. Ik denk dat security, en vooral het gebrek aan security, en ook het gebrek aan privacy, zal een van de remmers zijn op de andere innovaties. Want zeg maar, voor mij zijn het veel meer de trends die nu spelen, ja, als zijn er dan een innovatie. En het is even lastig om alles van jullie te combineren, maar ja, we geven het te weinig aandacht. Ja, exact. Dat vind ik een feit. En ja, weet je, waar bestond dienstplicht uit? Bewaken. Dus weet je, je zou bijna een dienstplicht kunnen opstarten in dit land om ervoor te zorgen dat alle 18-jarigen gewoon data gaan bewaken. Het zou niet eens overbodige luxe zijn. Dus we beseffen nog te weinig, want er is inderdaad wel dat een tegenreactie met ethical hackers en we proberen er wat aan te doen. Ik vind het inderdaad nog veel te weinig. Want er lopen dus wel scheuren er van die busjes rond die 's avonds bedrijfsparken beschermen. En we hebben nog, nou, de politie is op de digitale politie is nog amper aanwezig. Ja. Dus we moeten er wat mee doen. Edwin? Vorig jaar was er een jongen, die heet Sven Kamphuis, dat is voormalig internetvervanger. Die had een heleboel klanten. Staan jullie daar? Nee, ik opstaan. Er was een tijdje geleden een internetvervanger, Sven Kamphuis, en die hostte een heleboel spambedrijven uit Rusland. En op een gegeven moment werd hij door een spamhouse, dus een organisatie die het spam een beetje moet tegenhouden, en daar hebben we allemaal last van, werd hij op een gegeven moment op een blacklist gezet en uiteindelijk werd zijn hele internetbedrijf onder een vandaan getrokken. Sven Kamphuis was een beetje pissig, dus hij ging op een gegeven moment naar Barcelona. En in Barcelona sloot hij een aantal modems op elkaar aan. En vervolgens ging hij rondrijden met een auto. En maakte misbruik van alles uit het open wifi-netwerk. En gooide zogenaamde DNS-bombs gooide die het internet op. Met de bedoeling om het Nederlands stelsel een beetje onderuit te schoppen. En vervolgens was dat alle banken op een gegeven moment onbereikbaar waren. En op een gegeven moment een dag lang geen ABN AMRO had of ING had. En het was dus één mannetje die er dus eentje aan het doen was en die dat deed met een aantal vrienden uit Rusland en uit Georgië. En dat deed door rondrijdend in Barcelona en dan gewoon open wifi-netwerken onbeveiligd om daar die DNS-bom te zetten. En die DNS-bom, ik ben 15 jaar internetprovider, die DNS-bom is niet te stoppen. Die is gewoon niet te stoppen. Er zijn dus allerlei partijen die proberen. Wat is een DNS-bom? Een DNS-bom is op het moment dat ik een verzoek doe. Als ik een webserver heb en ik ben ING.nl, ik doe een verzoek en ik vraag op een domein naar Microsoft.com wat dat is. En ik stuur dat weg. Dan geeft Microsoft.com, de DNS-server waar de domeinnaam draait, geeft een antwoord terug en die zegt welk IP-adres erbij hoort. Maar als ik nou een ethernetpakketje, op de basis zeg maar, van de manier waarop internet draait, ethernet over TCP/IP, te technisch. Maar op het moment dat je nou een verzoek uitstuurt wat niet helemaal volgens de regels is, dan kan ik vanuit elke locatie doen alsof ING.nl gaat opvragen waar Microsoft.com zich bevindt. En als ik nou nog een klein beetje slimmer doe en ik zeg dat ik het niet één keer doe, maar ik doe het 100.000 keer, gaan 100.000 DNS-servers gaan allemaal naar ING.nl over vertellen wat het IP-adres van Microsoft.com is. En als ik het nou rondrijden door Amsterdam, door Barcelona doe en ik doe dat miljoenen keer, en ik doe het honderden miljoenen keer,
dan gaan al die bezoeken allemaal naar ING.com en vervolgens ING.nl. ING kan niet meer antwoorden. Dus letterlijk, door van buiten iets op te starten waar ING geen enkele controle over heeft, gaat het hele proces onderuit. Dus het is dodelijk eenvoudig en het komt ook omdat TCP/IP is de basis van het internetprotocol en daaronder zit Ethernet. Dat is het protocol dat je gebruikt op die interne netwerken. Daartussen zit een laag en die is nooit goed gedefinieerd geweest. En het is letterlijk een lek in het internet. Dus de manier om internet onderuit te schoppen is dodelijk eenvoudig. Ja. Ik was hostingbeveiliger al 15 jaar bezig om het tegen te houden en dit is gewoon een grote chaos. Maar wat die meneer doet, is in feite terrorisme. Hij weet wat de impact ervan is inderdaad. Hij weet waar hij mee bezig is. Je kunt ze bestellen. Ja, voor $500 kun je inderdaad gewoon met een miljoen... Dat is geen wetgeving. Het is internationaal, we weten niet waar de bron vandaan komt. Het gaat via zo'n miljoen Het loopt nog achter. We zien het niet. Dus het internet is echt letterlijk gewoon zo. Ja, die meneer was eerst. In hoeverre blijft het huidige protocol bestaan? Nou, we kunnen die veranderen. Kijk, maar IP, we hebben IP versie 4, dus de IP-adressen met versie 4. En we moeten IP versie 6. Ja. Nou, als je ziet hoe we moeite het kost om die overschakeling te maken, dat is ongelooflijk. Want dat gaat over de hele wereld heen. En we struggelen nu al bijna 5, 6 jaar om alleen die ene schakeling te maken. En het protocol ertussen zit. Ja, dat is gewoon zo'n zwakte protocol. Het is zo dodelijk eenvoudig om als ik één server hack van één provider, dan heb ik binnen 5 minuten, en dan moet ik nog me druk maken, ook nog binnen 5 minuten iets doen. Maar binnen 5 minuten heb ik alle servers in datzelfde netwerk van die ene provider onderuit geschopt. En die provider kan niets meer doen. Ik wou alleen jou nog het woord geven en dan wou ik toch even verder gaan gezien de tijd. Ja. Zijn de bedenkers van die technologie niet eigenlijk de terroristen? Dat zijn opgezuigd met een onaf systeem. Ja, heeft dat het zo makkelijk is, wat meneer zegt. Jawel, maar het is een makkelijk opmerking. Ik bedoel, als ik daar mag reageren. We hebben de Nobelprijs, omdat degene de uitvinder van de dynamiet ook zoiets had van, dat is ook iets disruptiefs. Ja. Dus. Huisartsen die hebben heel veel problemen. Maar oké, ik bedoel, weet je, het feit dat dit tot reuring... dat reuring levert, geeft wel aan dat we eigenlijk hier wel iets mee moeten doen. En ik hoop dat je in ieder geval iedereen nu gewoon beseft van dat dit tricky business is. Want die 5 dingen die ik net noemde, die hebben dus gewoon impact op onze maatschappij en op onze economie. Wat ik net al aangaf is van wat het betekent voor de dienstensector. Arbeidsmarkt verandert, je ziet dat beroepen verdwijnen, er komen nieuwe beroepen. Een stukje duurzaamheid is aan het ontstaan, Edwin gaat er ook nog over in. Maar feitelijk staat alles opnieuw ter discussie. En we moeten onszelf, jij en ik, ons bedrijf, onze samenleving, we moeten onszelf herijken. En dat vinden we eigenlijk eng en beangstigend. Maar als we beseffen wat er gebeurt, dan hoop ik dat, zeker de gezelschap die hier zit, moet dat niet als angst zien, maar moet het gewoon aangrijpen om Nederland gewoon weer de goede kant op te sturen. Heel kort, dit heb ik al benoemd. Ook even gewoon gezien de tijd en de. Wat je hier ziet, is dat TNT Post, dat was 5 jaar geleden, zei iedereen, is ten dode opgeschreven. En ze hebben nu weer een revival, omdat ze gewoon met al die e-commerce al die pakketjes rond moeten brengen. We dachten dat door het nieuwe werken er minder mobiliteit zou zijn, maar door marktplaatsen reizen we ons helemaal suf. Een beroep als makelaar, ja weet je. Je moet als makelaar nu echt gaan nadenken wat je toegevoegde waarde is. Want als het echt alleen maar eens is dat je iets op internet zet, kan je dat zelf ook. En dan af en toe de deur open doen, ja weet je, daar kan je ook iemand voor inhuren die voor wat minder geld gewoon de sleutel bij zich heeft. En ik chargeer, maar dat doe ik ook even bewust. Winkels, die hebben de volgende uitdaging. Ik ben nog steeds een fan van ouderwetse boeken. Ik vind het helemaal mooi. Ik ben allemaal pockets nu aan het omkatten naar gebonden versies. Waanzinnig leuk. Voor mij is het ook een stukje kunst. Maar, weet je, het gaat mij wel aan het hart om te zien dat Broes uit Utrecht vanaf 1753 gewoon met Slex kapot is gegaan. Omdat ze niet meegingen met e-books en gewoon via internet boeken verkochten. En wat ik nu zoek, en dat doen ze nu nog steeds niet goed, is: hebben jullie dat boek? Nee, ik kan het wel voor je bestellen. Dan is het de volgende week. Ja. Bestel ik het zelf. En wat ik eigenlijk wil is van, nou, we hebben het niet hier in de winkel, maar u kunt het ook gewoon, ik kan het hier digitaal voor u kopen en dan vanavond is het bij u thuis. Ja. Dus omarm gewoon de mogelijkheid die e-commerce biedt.
En dan wordt de min vanzelf een plus. Ik kan zoveel voorbeelden geven van bedrijven die het niet hebben omarmd. Maar ik vind bijvoorbeeld een weekkamp. Vaak vinden mensen of jeugd dat nog wel een beetje oudbollig. Maar de jeugd van 25 vindt het allemaal wel stoer. Want je kan gewoon aangeven tussen welke tijdsblokken je thuis bent. En dan wordt het thuisbezorgd. Arbeidsmarkt verandert. Die jonge mensen, die zitten heel anders in de wedstrijd. Lease auto vinden ze belachelijk. Een auto is geen bezit, maar is iets wat je deelt. Lifetime employment geloven ze niet meer in. Ze willen eigenlijk ondernemen. En groot is uit en klein is in. Als je ziet hoe een bedrijf als Accenture steeds meer moeite heeft om die blikken met jonge mensen gewoon aan zich te binden. En ik vind dat ze nog steeds gewoon hartstikke goed lukt. Maar de aanwas van vroeger is echt anders geworden. En leiderschap verandert drastisch. Omdat mede door de hele ontwikkelingen, bijvoorbeeld mobiliteit, vervagen de grenzen. En men accepteert je niet standaard meer vanwege de functie die je hebt, of dat je tot het notabele van het dorp behoorde. Maar of je inspirerend bent, of je wat te zeggen hebt, of je een visie hebt, en zo niet, schrijf ze je af. Edwin gaf al aan dat hij hier wat dieper op in wil gaan. Het enige wat ik hiervan wil zeggen is, bezit wordt gebruik en product wordt dienst. En Edwin vult er dadelijk wel meer aan. En eigenlijk als laatste. We moeten onze hele samenleving weer herijken. Nog niet zo lang geleden dachten we dat er een tweedeling in de samenleving zou komen tussen de hoogopgeleide mensen en zeg maar de minder hoogopgeleide mensen. Want de een snapte wel de computers en de ander niet. Het is omgekeerd. Want alles heeft een smartphone, dan weet ik het allemaal niet. En als je nu bij een bedrijf komt, het bedrijf loopt achter. Terwijl 10 jaar geleden liep het bedrijf voor. Had je een laptop, kreeg je een telefoon. Hadden heel veel mensen nog niet. En als je nu ziet hoe snel de samenleving de smartphones geadopteerd heeft. Hoe iedereen makkelijk werkt met TomTom. Of heel snel omgaat met appjes en weet ik dan niet. Dan denk ik dat de heel veel bestuurders van nu en heel veel toezichthouders van nu eigenlijk achterlopen met de ontwikkelingen zoals die er nu zijn. En mijn quest is om ervoor te zorgen dat we met z'n allen die achterstand gaan inhalen. Ik hoop dat jullie in ieder geval mijn visie hebben kunnen delen en jullie wat nieuwe inzichten hebben gegeven. En ik denk dat de komende sprekers gaan nog dieper in op een aantal aspecten. Dus ik wou het stokje overgeven aan Henk. Ja, tuurlijk. Ik zie de onderste, daar staat leven, twee werelden, deze digitaal. Ik heb de indruk dat dat met name de afgelopen 75 jaar is geweest. Ik heb steeds meer de indruk dat juist de digitale en de reële wereld met elkaar aan het integreren zijn. Ja en nee. Door de transparantheid convergeren die werelden wel bij elkaar. Alleen dat is als je het omarmt. Terwijl als je het niet omarmt, groei je uit elkaar. En ik denk dat als je kijkt naar bepaalde bedrijven die het niet omarmen, al deze mogelijkheden. In mijn optiek gaan ze heel snel het loodje leggen, want ze divergeren heel snel. En de bedrijven die wel in staat zijn om het aan te pakken en om vanuit een missie en een visie hun strategie aan te passen. Zoals Heras Hekwerker dat bijvoorbeeld gedaan heeft. Door te zeggen, joh, overal staan al hekken, we gaan ons nu op biometrie focussen. Dat vind ik een goede aanpassing. Dus dat is een beetje mijn reactie.